De jongens die hadden echt een heel leuk weekendje gepland. En om hen te verrassen omdat ze dat hebben gedaan, hebben wij een ontbijtje georganiseerd. We hebben eigenlijk gekeken in Limburg en we kwamen erop uit dat heel veel kort bij te doen is. En hebben we eigenlijk gekozen welke dingen willen we doen. Ja. Want we hebben ook nog twee vrouwen mee. En dat moet ook natuurlijk een beetje aan hun denken. Dan zijn we naar het klimpark gegaan. Hè? Alles was spannend. Parcours in de bomen was om te beginnen. Dat was wel leuk. Dat was heel gezellig, ja. Vond ik ook. Dat was actief. Ik heb mezelf verschrokken met het BMX. Ik dacht, ik kan me daar naar beneden vallen. Maar het is nog goed verlopen, dat wel. Deadride vond ik eigenlijk nog wel echt een leuke afsluiter. Ja, dat was echt super, super tof. Daarna zijn we doorgegaan naar Ter Hils, hè, naar het kabelpark. Ja, prachtig. Dat was voor mij, ja. Ik kon de week boren. Nooit gedaan. Het stond op de bucketlist. Nu heb ik het één keer gedaan en heb een beetje verkocht eigenlijk. En dan uiteindelijk denk ik voor u misschien wel het leukste dat we naar de paarden zijn gegaan. Oh, dat was voor mij. Ja, ik heb vroeger altijd paarden gereden en oh, om dan zoiets uniek mee te maken, om dan met de paarden door het water heen te gaan, ja. Eigenlijk hoef je niet verder dan Limburg te gaan, want je hebt genoeg in Limburg.